Wat krijgen renners te eten als ze 4 dolomietentoppen over moeten? Heel wat. Ik ga het eens even laten zien. Eerst en vooral 2 bidonnen met dorstlesser, waarvan eentje, deze met het kruisje, is met superhydro. En superhydro, dat is met extra mineralen. Dus om nog extra mineralen tot zich te nemen. Wat doen die mineralen precies? Zijn die voor de spieren? Of? Die voorkomen eigenlijk uitdroging. Dus het is belangrijk dat de renner goed gehydrateerd blijft. En daar zorgen die mineralen dan voor. Want als die uitdroogt, dan kan hij niet meer fietsen? Als die uitdroogt, is het einde verhaal, ja. Dimitri, waarom nam hij hem nou niet mee? Oh, ik denk dat Pieter een beetje te veel geconcentreerd was bij het klimmen. En er zit sowieso een tweede auto, de ploegleidersauto, maar Jantje zit erachter. Dus ik heb een tasje met Jan meegegeven. Dus hij komt wel aan zijn tasje. En wat krijgen ze te eten? Eerst is er een taartje. Omdat het lange ritten zijn, hebben ze nu 2 taartjes. En dat is gewoon een sandwich, uitgehold en opgevuld met jam en met banaan. Vinden ze dat lekker? Dat vinden ze lekker, ja. Dat is, we proberen voor variatie te zorgen, want ja, je rijdt ook geen 3 weken op hetzelfde eten, maar ja, dat gaat vlot binnen, denk ik. Kan een renner zeg maar zeggen, nou, ik wil eigenlijk wel lekker een taartje met persiksjam? Is dat iets wat jullie dan kunnen verzorgen? Wij kunnen daarvoor zorgen, maar dan is voor iedereen hetzelfde, want wij kunnen moeilijk onderscheid gaan maken. Met het is niet à la carte, zeg maar. Het is niet à la carte, nee, zeker niet. Een blikje cola. Dat is ook een wondermiddel, hè, die cola. Dat is een wondermiddel en vooral bij warme dagen zorgt het eerst en vooral voor verfrissing. Veel suikers in en ook de cafeïne, ja, die gaat zijn werk dan doen in de finale. 2 energyrepen. Ja. Nadruk ligt hier vooral op koolhydraten. Gewoon de energievoorraad. Koolhydraten zijn belangrijk. Je hebt zeg maar een reservoirtje energie, ja. Zeg een beetje benzine. Ja. En dat moet gewoon aangevuld worden. Je kan het eigenlijk best vergelijken met een benzinetanken. En dit is dan de benzine. En hoe meer je moet er eigenlijk voor zorgen dat die energietanks altijd maar opgevuld raken. Hè. Krijgen zij dan euro 95 of de super super HD? Ik denk dat zij de super super, de strafste benzine krijgen. Dan hebben we nog 4 gels. Normaal gezien voor ritten onder de 200 kilometer zijn er 3 gels. Maar vandaag hebben we er 4 gels ingestopt, omdat het toch een zware berg is boven de 200 kilometer. En dit is een speciale, dat is de Smart One. En hierin zit extra cafeïne in. Dus om alert te blijven in de finale. Dus dat is eigenlijk het bevoorradingstasje. Dat eigenlijk voor de 7 renners hetzelfde is. Hè. En geen toetjes? Geen toetjes, dat is voor na de wedstrijd. Bij de finish? Bij de finish, ja. De tasjes zijn uitgedeeld en weer in de auto, nu op weg naar? Zo snel mogelijk naar de finish, om de renners op te vangen. Hè. Succes. Dank u, tot straks.